Het is een absolute kraker. Iedereen gaat er eigenlijk al vanuit dat die eerste twee plaatsen wel vergeven zijn. Zwolle, Heracles. De voorsprong is groot. Als Almere wint komen ze op 8 punten van Heracles. Dan is dat gat nog steeds groot. Maar goed, in aanloop naar dat onderlinge duel, eind maart, is het uitermate belangrijk. Zullen de Almere-fans, die er ook vandaag natuurlijk op deze maandag weer zijn, toch hopen dat met twee zegens en dan wellicht nog een zege op Heracles er stiekem iets mogelijk is richting zelfs directe promotie. Aan de play-offs die zijn natuurlijk wel binnen. Oud-speler van VVV is de aanvoerder van Almere City, Damien van Brugge. Nu voelt hem al aankomen. Inderdaad, de aanvoerder van VVV is een oud-speler van Almere City. Namelijk Sven Braak. Bijzondere wedstrijd dus voor de aanvoerders van de beide ploegen. Zeker voor Sven Braken, die terug is in de basis. Opstelling van Almere City kent geen verrassingen. Niet helemaal vertrouwde namen, maar grotendeels toch wel. Dat betekent dus dat Hilterman, de clubtopscorer, weer op de bank zit. Voor in Limbombe, Duivenstein en ritmeester Van der Kamp. Nieuwe aanwinst van La Parra. Zit bij de selectie, maar begint op de bank. Sven Braken terug in de basis. Goed voor 10 doelpunten al dit seizoen. Hij voorin samen met Venema en Berde. Enige wijziging eigenlijk. Verder ook daar niks veranderd. Middenvelders met Klaassen, De Boer en Sedlacek. Vader van de trainer van VVV is er ook. Lathouwers. De bal van Peña, die daar wel wat in de rug sprong van Sedlacek. Dit mag ook door. Natuurlijk mag dit door. En dat zou een grote eerste kans voor VVV op moeten leveren. Maar Berde komt er net niet helemaal lekker uit. Lathouwers, Berde geeft aan. Kom maar mee. Kom jij maar op. Fijne opening daar van Koglin. Venema, De Boer. Jansen. Klaarleg is goed van Braken. In een start van VVV. En daar kan nog net worden uitverdedigd. Voordat het echt gevaarlijk wordt door Royo. Maar het is twee keer dat Berde daar goed en dreigend in de 16 komt. En dit is kansenverdedigd nummer 3 voor VVV. Maar Venema schiet toch relatief makkelijk richting Bakker. Nog geen 3 minuten bezig en 3 keer komt VVV zeer dreigend in de 16 van Almere City. Goeie lange bal, Ketting. Lekker 1-2, Almere komt wat beter in de wedstrijd. Nog lekker neergelegd. Akuyobi meenemen en uithalen. Wat schitterend gedaan. Maar de redding mag er ook zijn van Van der Gouw. Akuyobi lijkt het perfect uit te voeren. Dan schiet er alleen niet in. Fijn balletje dit. Van Racing. Akuyobi. Pascu heeft Duivenstein bij zich. Probeert het zelf. Oh, een lekkere afzwaaier. Alleen voor Pascu zwaait hij net wat te ver af. Oh, bal terug en niet lekker. Zo in de voeten bij Limbombe. En die heeft de snelheid. Ketting loopt daar ook nog. Kan nu simpel terug op Racing. Zit van Racing is weer goed. En ritmeester Van der Kamp kan daar net niet bij. Tweede keer al. Dat stije Racing die bal daar toch fijn neerlegt bij de tweede paal. Dit. Pascu. Duivenstein is helemaal vrij. Is helemaal vrij. Maar Bakker heeft hem. De rebound is voor het meester Van der Kamp. En het is 1-0 voor Almere City. VVV staat niet goed. En Almere straft het af. Tweede voor Jochem. Ritmeester Van der Kamp dit seizoen. Echt, hij is de spits. Het is echt ongelooflijk. En omdat daar dan iemand naartoe moet, komt uiteindelijk ritmeester Van der Kamp nog redelijk vrij. Hij is ook wel het meest attent. En tikt hij hem in.
Royo. Van Racing weer op maat. Een goede wedstrijd tot nu toe. Limbombe, Duivenstein, Limbombe. Geen gekke voorzet. Ineens uithalen. Akkojobi. Ja, dat moet ineens. Dan kan je ook niet helemaal top raken natuurlijk. Dat kan gebeuren. Van nog duwtje. Komt het van Sedlacek. Limbombe. Voorzet met links. Net wat te tam. Peña. Limbombe. Ook Akkojobi komt erbij. Die krijgt de bal. Kappen. Limbombe. Het is weer dreigend van Almere. Wie komt er tot een echt schot? Anders krijg je niet van de bal niet weg bij VVV. Limbombe. En daar is een schot, maar geen probleem. Voor Van der Gaal, poging van Peña. Daar. Mooi gezelschap. Mocht u klagen over mijn aanwezigheid hier, dan moet u bij de man daar links in beeld die u net even zag zijn. Dat is de man die de indeling maakt bij ons. Voorzet van de Boer is goed. De koppen van Venema is raak. Het is 1-1. VVV doet het heel anders naar rust. En de oudspeler van Almere, die viert zijn feestje niet met de supporters en de spelers van VVV, maar een beetje zeg maar, tegen de supporters van Almere. Goeie bal hè, van Kees de Boer. Legt hem perfect neer en heel beheerst gekopt tegen draads. Keurig gedaan. Duivenstein, maar een schieten. Duivenstein en de redding van Van der Gaal. De eerste helft was natuurlijk ook de openingsfase voor VVV. Daarna kreeg Almere de controle. Eens kijken hoe de tweede helft zich ontwikkelt. Een aardig schot van Duivenstein. Pascu. Mede door het overstapje van Nijhuis is hier nu Almere City. Vier man eruit. Leuke begin van de tweede helft. Pascu. Dreigen, schieten en de redding van Van der Gaal. Heel leuk begin van de tweede helft. Tweede serieuze doelpoging van Almere. Ja, VVV laat zich ook aanmerkelijk meer zien. Pascu. Eerst het dreigen en als dan de benen nog een keer open gaan, vindt hij net de hoek niet. Daar is VVV weer. Oh, de Boer. Bergkamp is dit. Kees de Boer is de echte naam. Maar blijkbaar veel naar Bergkamp gekeken. Want dit is een aanname en een afronding die er mag zijn. Die werkelijk schitterend is. Hij draait een kant op waarbij je denkt, dat kan toch helemaal niet? Hop, hop. Ja, het is echt fantastisch. Volledige beheersing over de bal. Echt een schitterend doelpunt. Venema. De Boer, goeie 1-2. De Boer nog een keer klaarleggen. En het is 3-1. Berde scoort. Heerlijk uitgespeeld door een VVV en Almere City. Heeft het niet meer na rust. Daar waar VVV het juist gevonden heeft. Hoe is het mogelijk? Die bal zo een paar keer naar elkaar toespelen in de 16 van de tegenstander. Limbombe. Bal gekopt, maar geen probleem. Voor Van der Gaal is de mogelijkheidje voor Hilteman. Limbombe. Limbombe snelt er langs, geeft hem voor en hard. Nog een keer. Nee! Die was toch bijna niet te missen. Maar misschien net iets te veel voor kracht gekozen door Duivenstein. Niet te missen, blijkt toch te missen. Limbombe. Limbombe. Nu dan raak. Nee, weer een goede redding van der Gouw. Die een dijk van de wedstrijd staat te keepen. Af en toe een beetje mazzel, zoals met die enorme kans van Duivenstein zojuist. Maar Van der Gouw keept uitstekend. Duivenstein. Overtreding.
Klaassen zegt, er gebeurt echt helemaal niks. Klaassen heeft geen gelijk. Het is een overtreding. Er zou zo'n zwabberbal eraan kunnen komen. Ja. Teleurstellende vrije trap. Zo'n 8 jaar hebben we hem eigenlijk niet gezien. Zij zelf, ja, ik speelde bij clubs waar je eigenlijk niet wil voetballen. Rajiv van La Parra, ik kan hem nog kennen van Heerenveen. Maar goed, dat is alweer een jaartje of 8 geleden dus. Ruim 8 jaar geleden. Alouche. Hij fris, ritmeester van de kamp natuurlijk niet. Zijn directe tegenstander. Van Rooyen. Het schot van Rooyen is wel hard. Maar in de hoek van Bakken. Christensen. Goed gegooid. Goed gedraaid, maar Van der Gaal. Absoluut een belangrijke factor hoor. Dat Almere maar 1 keer heeft gescoord. Stekende keeper van VVV. VVV boekt weer een knappe overwinning. Nu bij Almere City. Hij maakte met afstand de mooiste van deze avond. Een van de mooiste doelpunten van het seizoen. Kees de Boer. Van der Gouw uitstekend in het doel. En in een kwartier tijd na rust trok VVV de wedstrijd helemaal naar zich toe. De strijd is er om plek 3. De strijd om plek 2. Die is er heel, heel misschien. Maar Heracles en Zwolle zullen dit niet een hele vervelende uitslag vinden. Zo vermoed ik. Die eerste 2 plekken lijken toch echt wel vergeven in de keukenkampioendivisie. Maar bij VVV weer een goed resultaat in een uitwedstrijd. Weer mooie doelpunten. Weer een comeback na een achterstand. Het is een verhaal dat we vaker hebben verteld bij VVV dit seizoen. En ook Almere City moeten in dat opzicht aangeloven.